Dag dames en heren, we hebben een opvallend zachte, zeg maar rustig warme herfstdag achter de rug. Vanmiddag werd het in Limburg lokaal zelfs ruim 24 graden, maar daarbij was het niet echt heel fraai weer. Veel bewolking, van tijd tot tijd viel er ook wat regen, met name vanochtend was dat het geval en een nieuw regengebied nadert op dit moment vanuit het westen onze omgeving. En daar kunnen lokaal ook best een paar stevige buien bij zitten. Die buien vormen zich tot een buienlijn. Dat zien we hier vanavond en vannacht passeren. Dat heet ook wel een koufront. En daarachter bevindt zich veel koudere lucht. We krijgen namelijk dit weekend met een noordwest tot noordelijke stroming te maken. Lucht vanuit het noorden van Europa kan ons bereiken. En van tijd tot tijd valt er ook dan nog een enkele bui. Er zal echter ook geregeld ruimte zijn voor de zon. En de dagen daarna, begin van de nieuwe week, houdt die noordelijke stroming eigenlijk stand met de aanvoer van relatief koude lucht. Maar heel grote bijzonderheden qua temperatuur hoeven we voorlopig niet meer te verwachten. Kijken we even naar de radar, dan zien we dat vanochtend dit gebied met regen over onze omgeving trok, zoals gezegd. Daarachter zat die zachte lucht. In Limburg met name werd het dus echt ronduit warm. Maar op dit moment is het op veel plaatsen nog droog, maar de komende uren neemt vanuit het westen de kans op buien toe. En vooral boven Engeland bevindt zich een actieve buienlijn. Die trekt vanavond over onze omgeving en daarachter stroomt dus veel koudere lucht over ons land uit. Nou, dat betekent vanavond en de eerste helft van de nacht in eerste instantie nog een paar stevige buien. In het oosten en zuidoosten, in de warmste gebieden dus, kan daarbij lokaal ook onweer voorkomen. Later in de nacht trekt dat koufront langzaam naar het zuidoosten weg en volgen in het noorden in elk geval opklaringen. Maar daar ook de laagste temperaturen van zo'n 9 graden. In het zuidoosten wordt het nog niet veel kouder dan een graad of 12 à 13. Morgen overdag wordt dan best een aardige dag in het zuiden van Limburg kan in de ochtend misschien nog een spatje regen vallen. En later geldt dat ook voor de noordelijke, noordwestelijke regio's, waar een paar lichte buien vanaf de Noordzee kunnen binnendrijven. Maar elders lijkt het overwegend droog te blijven, met dus geregeld ruimte voor de zon en beduidend lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Het wordt morgen namelijk niet veel warmer dan 13 graden op de Wadden, tot lokaal nog 16 in het zuiden en zuidoosten, maar daar is het wel mee bekeken. De wind waait stevig door, windkracht 4 tot 5 en aan de kust af en toe een windkracht 6 uit een noord- tot noordwestelijke richting. Op zondag verandert er niet zoveel, behalve dat de wind geleidelijk in kracht afneemt. Dat zal met name in de middag en avond gaan gebeuren. Verder zien we opnieuw een afwisseling van wolken en zon en dan kan er in het hele land wel een enkele bui vallen. En vooral in het noordelijke kustgebied kan daar in de ochtend lokaal ook onweer bij voorkomen. En de temperaturen die doen nog een stapje verder terug. Tijdens buien is het waarschijnlijk niet veel warmer dan een graad of 10. Wanneer de zon even doorbreekt, wordt het 11 graden in het noorden tot 13 of 14 graden in het zuiden van het land. En daarbij staat dus een matige en in de ochtend af en toe nog vrij krachtige wind, die het voor het gevoel ook nog eens een stukje kouder maakt. En die vrij lage temperaturen houden we ook in de nieuwe week vast. Het is overdag gemiddeld een graad of 13, maar met brede opklaringen worden vooral de nachten een stuk kouder. En in het binnenland zou dat lokaal zelfs de eerste nachtvorst van het nieuwe seizoen kunnen opleveren. Ik wens u een goed weekend.